Een bloeddraaier met Ekje. We gaan een bloeddraaier, ja nog eentje, ja. En die zoon van mijn buurvrouw, van Glennis Grijs, is aangehouden. Hier, kijk dan. Hier, en allemaal politie bij Glennis Grijs voor de deur. Hier. Gerard zelf had er kennelijk al rekening mee gehouden, dus het zal hem niet verbazen dat wij tot de volgende eis komen, een levenslange gevangenisstraf. Dank u voor uw aandacht. Oké. Hi, Ed, how are you? Yeah.